Dit is een bespreking van paragraaf 83 van Pro Sexto Roscio. Cicero komt nu aan het tweede gedeelte van zijn argumentatio. Hij heeft net de verdediging tegen de aanklacht van Eurycius dat Sextus Roscius zijn vader vermoord zou hebben, heeft hij afgesloten. Conclusie, Sextus Roscius heeft het niet gedaan. En hij begint nu aan het tweede gedeelte van zijn argumentatie. Die had hij aangekondigd in paragraaf 35 in de Partitio. Hij gaat nu zelf de tegenstanders van Sextus Roscius aanklagen. En wat hij in deze paragraaf wat ingewikkeld zegt, is dat hij liever niet zou aanklagen, maar dat hij dat nou wel moet doen, omdat dat in het belang is van zijn cliënt. Ik vind het een tamelijk lastig stukje. Ik ga het proberen. Venio, ik kom. Nu, eo, daarheen letterlijk, op een punt waar. Ik kom nu op een punt waar me ducit, waar mij naartoe brengt. Non mijn cupiditas, maar mijn fides. Dus waar niet mijn voorkeur, mijn begeerte letterlijk, mijn verlangen mij brengt, maar mijn loyaliteit aan mijn cliënt. Dus hier zegt Cicero, ik ga nu mijn tegenstanders aanklagen, niet omdat ik dat leuk vind om te doen, maar omdat ik trouw ben aan mijn cliënt Sextus Roscius Junior. Dat ligt hij toe, want si mihi liberet, als ik er plezier in zou beleven, mihi libet is, ik vind het leuk, mihi liberet, een conjunctivus irrealis, dus van de onwerkelijkheid. Als het mij zou behagen, als ik het leuk zou vinden om aan te klagen. En dat betekent dus dat ik het niet leuk vind om aan te klagen. Dan zou ik aanklagen, accusarem, ook in de conjunctivus, anderen. Liever, dan zou ik liever andere mensen aanklagen dan degene die ik nu ga aanklagen. Letterlijk uit wie ik zou kunnen groeien. Ten gevolge van wie? Dan zou ik tegenstanders kiezen die mijn carrière zouden kunnen bevorderen. Dat is wat hier staat. Dan zou ik mensen aanklagen waar ik politiek garen bij zou spinnen. Quod certum est, wat zeker is, staat er letterlijk. En dan moet je bij vaker, dan moet je mee aanvullen. Hetgeen zeker is, dat ik niet doe. En dat is dan vertaald met, ik ben vastbesloten dat niet te doen. Doem, zolang als, licebit, vrij zal staan letterlijk, zoals ik zal kunnen kiezen, alle twee, welke je maar wil. Zolang ik allebei zal kunnen kiezen. Met allebei bedoelt hij dan, zolang ik zal kunnen kiezen tussen aanklagen en verdedigen, zal ik voortdurend kiezen voor verdedigen. Dat is mijn, in dit geval dus, het vertrouwen, de fides, de loyaliteit aan Sextus Roscius dwingt Cicero om hier nu een aanklacht te gaan uitspreken. Is, dan komt er een algemene uitspraak van Cicero, want is degene... degene die, is qui, hoort bij elkaar, degene mihi videtur, die lijkt aan mij het meest aanzienlijk, het meest voortreffelijk, want hij lijkt mij het meest voortreffelijk, schijnt mij het meest voortreffelijk, die pervenit in een altiorem locum, die aankomt op een hogere plaats, letterlijk, sua virtute, door zijn eigen deugd, door zijn eigen verdiensten. Want iemand die, zo iemand lijkt mij het meest aanzienlijk, het meest voortreffelijk, die door zijn eigen virtus, door zijn eigen verdiensten, aankomt op een hogere maatschappelijke positie, betekent hier natuurlijk locum. En niet schijnt mij voortreffelijk te zijn degene die, qui, die klimt als candid, die naar boven, die sociaal stijgt, door middel van per, door middel van het incommodum en de calamitatem, door middel van het ongeluk en de ramp en de schade, alterius, van een ander. Een rare genitief is op ius, die bij voornaamwoorden regelmatig is. Alterius is de genitivus van alter, van alius in dit geval hier, van een ander. Niet degene die opklimt door de schade en schande, zou je kunnen vertalen, van een ander.
weer een andere manier om te zeggen, ik help liever mensen met de verdediging, dan dat ik iemand aanklaag en dan van diens ongeluk zelf beter word. Misschien moeten we dit ook lezen als een beetje verborgen aanklacht aan het adres van Eurycius, die dat natuurlijk, volgens Cicero althans, wel doet. Desinamus, conjunctivus adhortativus, van aansporing. Laten we ophouden, aliquando, eindelijk eens, om te scrutari, en deponens, om te onderzoeken, die dingen die. Die dingen die sunt, die zijn inania, leeg letterlijk, die ongegrond zijn. Laten we eindelijk eens ophouden met dingen te onderzoeken die ongegrond zijn. Daar bedoelt hij natuurlijk de aanklacht tegen Sextus Roscius mee, die net heeft, de verdediging daarvan heeft hij net afgesloten. Laten we daar maar mee ophouden, zegt Cicero hier. Quaeramus, laten we eens zoeken, laten we eens zoeken. In maleficium, in misdaad, laten we de misdaad of een misdaad eens zoeken. Ibi, daar waar die is, waar die echt is. Dat eerste et is door de vertaler niet vertaald. Laten wij de misdaad eens zoeken waar die zowel echt is, als waar die ook kan inveniri gevonden worden. Infinitief is van het passief invenire vinden, inveniri gevonden worden. Laten we nou eens de misdaad zoeken waar die is en waar die ook gevonden kan worden. Niet bij mijn cliënt dus, maar, gaat Cicero in het vervolg zeggen, bij zijn aanklagers. Jam intelliges, snel zul je begrijpen, Eurycius. Met hoeveel, quam multis, dat hangt af van dat intelliges, met hoeveel verdenkingen, letterlijk, met hoeveel redenen tot verdenking, coarguatur, wordt aangetoond, wordt bewezen, in certum crimen, in gegronde aanklacht. Dus Cicero zegt hier tegen Eurycius, ik ga je nu even laten zien hoe een aanklacht dan werkelijk in elkaar moet zitten. Niet dat broddelwerk zoals jij dat gedaan hebt, maar ik ga nu jouw cliënten een verzoenlijke aanklacht aan de broek doen. Jij zult snel begrijpen, Eurycius, met hoeveel suspicionibus, reden tot verdenking, bewezen wordt een certum crimen, een gegronde certum crimen aanklacht. Tametsi, en Cicero zegt in die bijzin, gaat hij zeggen van, hoewel ik niet eens heel erg op alle aanklachten zal ingaan tegen die twee Roscius broers. Hoewel ik niet dit zal doen, en wel dat. Neque et, hoewel ik niet omnia dicam, hoewel ik niet zal zeggen omnia, alles, en anderzijds wel, en anderzijds zal aanraken, letterlijk, unum quidque, betekent iets als elk ding afzonderlijk, hoewel ik elk ding afzonderlijk zal aanraken, leviter. Dus nog een keer, hoewel ik niet alles zal zeggen, ik ga niet overal op in, en wat ik zeg, elk ding wat ik zeg, dat zal ik leviter tangam. Dat zal ik lichtjes aanraken, aanroeren, is hier vertaald. Neque enim et facerem nisi nicesse est, et it erit signi, etc. Want niet, neque enim, zou ik dit doen, facerem conjunctivus van het imperfectum, weer een conjunctivus irrealis van de onwerkelijkheid, want ik zou dit niet doen, nisi nekesse esset, als het niet noodzakelijk was. Waarom? Dat heeft Cicero al gezegd. Dat is noodzakelijk vanwege zijn fides aan Sextus Roscius junior. Ik zou die aanklacht niet formuleren, zegt Cicero, als het niet noodzakelijk was. En it, dat wijst vooruit hier naar die zin die begint met quod. En het volgende, of dit, wat ik duidelijk ga zeggen, het volgende zal zijn, letterlijk van teken, zal een bewijs zijn, een teken zijn. Daarvan hangt af van ACI, mee vacere, dat ik doe, onwillig, dat ik dit tegen mijn zin doe. Leidend voorwerp het is aangevuld in de vertaling. En dit zal een teken zijn, dat ik dit tegen mijn zin doe, dus dat ik tegen mijn zin ga aanklagen, quod. Non per se qua longius quam salus huius et mea fides postulabit. Wat is dat teken nou dat ik dat tegen mijn zin zal gaan doen? Wel, nu zegt Cicero,
dat ik niet zal stilstaan, letterlijk volgen, dat ik niet zal volgen, langer, verder dan zal eisen, hè, dat ik niet verder die aanklacht zal doorvoeren dan zal eisen. Twee dingen, salus huius, de gezondheid letterlijk, het behoud van deze man hier, van mijn cliënt, en mijn eigen plichtsgevoel, mijn eigen loyaliteit zal eisen. Dus ik ga een aantal aanklachten noemen tegen die twee, Titi, Roski, I. Maar ik zal dat kort doen en ik zal het niet verder doorvoeren dan in het belang van mijn cliënt en in het belang van mijn eigen loyaliteit aan mijn cliënt.